mijn deurbel. Even moment. Ja, lieve vrienden, dat was mijn visite. Die is dus weer weg. Dat was mijn lieve met een broertje om mij dus even een goed jaarwisseling toe te wensen. Het is weer oudjaarsdag 2019, dus 31 december 2019 zijn we aangekomen. Het is weer aangebroken. We gaan vannacht om 12 uur het nieuwe jaar weer in. Maar als eerste natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuw vlog van Corina en de Beestenboel. Rijka die staat op de bank, zit, gaat liggen. Ewen die is daar aan het drinken. En Kandolf die zit met zijn kwaaie kop achter de deur, want die wil eruit en die mag er niet uit. Nee, er wordt te veel huurwerk afgestoken. Dat wil ik de beestje ook niet aan doen, dus dan is hij me boos. Ja, liever boos op mij dat ik hem straks niet meer heb. Ja toch? Maar in ieder geval, mijn deurbel. Even een moment. Oh. Ja, hallo, wie is daar? Wie is daar? Nou, we moeten zo antwoord geven. Ga weg, Rijka. Wie is daar? Rijka! Rijka! Waar ben je dan? Hou er dan weer even op en dan kom straks dan weer retour. Doei doei! Ja, lieve vrienden, dat was mijn visite. Die is dus weer weg. Dat was mijn lieve met een broertje om mij dus even een goed jaarwisseling toe te wensen. Nou, dat moet kunnen. En hij was op de fiets. Maar ik moet ze ook de deur nog noodgedwongen uit. Althans, noodgedwongen. Ik wil ook zo even sterretjes. Dat doe ik eventjes zonder Rijka. Ja. Ze kan ook nog mee. Ja, waarom ook niet? Hè, ik neem maar even mee, ja. Ik heb wat problemen met mijn mobiel, want ik kan niet op Google komen, want ik krijg daar iedere keer reclame van Vodafone. Wil ik niet. En ik krijg dat niet weg. Nee, dat wil niet gesloten worden, niks. Ik kan niet naar Google toe. Nou, daar heb ik een hekel aan, dus ze mogen dat uitzoeken hoe ze dat hebben gedaan. Dus ik ga mijn vest aandoen. En mijn jas aan doen en de jas van Rijka pakken en de boel klaarmaken trouwens, eerst wat ik mee moet en dan bekijken ze het maar. Ja toch? Ja. Ik hou jullie natuurlijk uiteraard op de hoogte en ik zeg het tot straks. Doei! Nou lieve vrienden, we zijn net weer thuis. Ja, ik werd nog even voor een bakje koffie uitgenodigd door Sandra Urban. Dus daar ben ik ook even geweest. Dat is mijn begeleidster van Verelo. Mijn telefoon is weer in orde. Ze heeft het plasje gedaan. En ik heb het poepje niet, hè. Nee, niet gepoept, hè. Nee, ik heb het plasje gedaan, hè. Ja. Maar het maakt niet uit. Nee. Komt wel goed, hè. Ja. Oh. Oei, wat wil je doen? Gaat zo niet. Hier, ga maar weer op de grond. Hopla. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, dan weten jullie dat ook weer. Mijn broer zijn kopje staat er nog. Ook naar de keuken, zo. Maar ja, het is allemaal verder gelukt. Daar ben ik blij mee. Ik heb sterretjes. Ja, want heb ik eigenlijk van vroeger voor mijn jongste dochter. Deed ik dat, die vond dat altijd heel mooi dat ze nog zo klein was, hè, peutertje. Vond de sterretjes altijd mooi. Maar mijn jongste dochter is het huis uit gegaan, omdat ze autistisch is.
Maar ik ben het wel ieder jaar blijven doen. Speciaal voor haar. En dat blijf ik doen, ook al is ze nu volwassen. Boeit niet. Dat kind, dat is, ja. Daar doe ik het voor. En dan draai ik s'nachts even sterretjes in de tuin. Moet kunnen. Ja hoor. En dan leert Rijka er ook een beetje mee om te gaan. En dat vind ik helemaal geen ramp. Nee. Dus dat komt allemaal wel goed. Kandalf die wil naar buiten, want die gaat niet naar buiten. Nee. 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 Nou, ik dacht het niet. En nou, nee, ja. Nee is nee. Geweldig. Waar ben je? Oh, daar is de kanaal nu. Die gaat nou water drinken. Ook goed. En Rijka, die staat nog naast me. Maar oké, okay, ja, die vloog er net al naar boven. En dan laat ik de deur open en dan roep ik er een paar keer en dan komt ze toch wel weer naar beneden. En nou, dat is mooi, want ik ga er echt niet halen en ze heeft verder overdag niks boven te zoeken. Nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ga ik ook doen. Op mijn eigen manier. En ik zou zeggen, tot later. Tot nieuwjaar. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.